Dames en heren, dat blootleggen, die dieper liggende mogelijkheidsvoorwaarden, dat vereist wat mij betreft een hele andere taakopvatting van media en academia dan hun huidige. Voor media, niet amuseren, maar informeren. Niet verpozen, maar aanklagen. Niet aanschurken tegen de macht, maar de macht onverfroren de waarheid zeggen. Niet kranten produceren die zo heerlijk de eigen levensstijl kietelen, maar die juist schurend zijn. En voor academia, niet dienstbaar zijn aan overheid, arbeidsmarkt, groot kapitaal en die bespottelijke ranglijstjes waarmee universiteitsbestuurders mooie sier maken, maar aan burgers. Als er namelijk iets is waar in deze periode van financialisering behoefte is bij burgers, is het een constante, onverbiddelijke, respectloze, nietsontziende kritiek van de status quo. En dat kan alleen gebeuren, dames en heren, als we die kraamkamer, wat het zou moeten zijn, van intellectualiteit, de universiteit, zouden transformeren van een machine die technocraten produceert in een instelling waar waarheidssprekers worden gevormd. En ik gebruik met opzet die twee termen, produceren versus vormen. Het gaat niet om opleiden, het gaat om vorming. Paresiastes noemde Michel Foucault ze. En Foucault zegt over waarheidssprekers dat de waarheid van hun uitspraken gewaarborgd is door hun oprechtheid, hun integriteit en hun moed. Wat zij uitspreken wijkt namelijk af van wat de meerderheid gelooft van de communis opinio en is daarmee in potentie gevaarlijk voor de waarheidsspreker zelf. Vandaar Foucault's nadruk op deugden en karaktervorming. Hier sta ik, dit zeg ik. Ik kan niet anders, met een verwijzing naar Luther. Tegelijk is de ongemakkelijke waarheid die de waarheidsspreker uitspreekt van eminent belang voor de vitaliteit van elk democratisch leven. De waarheid die zij spreekt kan de gemeenschap behoeden voor collectieve dwalingen van de aard die we in 2008 gezien hebben. Dames en heren, wat zou het mooi zijn... als dat de missie van economieopleidingen zou worden. Niet langer gelobotomiseerde technocraten opleiden die het financieel-economisch taalspel net voldoende beheersen om toegelaten te worden tot econocratieën, maar studenten kneden tot waarheidssprekers die zijn geoefend in het constant leveren van fundamentele maatschappijkritiek. Geïnformeerd door het emancipatoren inzicht dat de status quo niet aan natuurwetten beantwoord, maar een mengselmaaksel is en dus veranderd kan worden. Wat zeg ik? Moet worden. Ik heb gezegd.